Dit is Food Life Creator deel 11 weer. We beginnen met sushi en een spuit en sojasaus, denk ik. Ja, wat? Dit is wel handig, maar een beetje onnodig eigenlijk. Maar ook alweer handig. Oké, frisdrank via de zijkant, want dan komt er geen schuim. Dat is echt, dat doe ik ook altijd. En nu, dit gaan we openknippen en dan een beetje eruit. En nu... Huh? Oh, dit is echt serieus, echt super handig. Wat? Ja, een omelet die... Wat? Oh, wil je omdraaien? Wat onnodig eigenlijk. Oké, en nu, dit is heel lelijk, ja. En nu gaan ze dit met een mooie vorm, ja. Oké, dit is in plaats van zo'n vormpje, maar wel handig, oké. En nu, boter. En dan gaan ze dit doen, maar oké, snij hem door dan. Wat is dit, sterretjes of zo? Gaan ze iets van maken? Oh, ze gaan... Huh? Maar je kan toch door de helft en dan weer door de helft? Wat is er daarvoor nodig? Oké, chipjes en een glas voor de saus natuurlijk, ja. En ja, dit is echt handig, want dan hoef je niet onhandig. Ja, leuk, oké. Aluminium voor een deksel en dan past die perfect erin. Ja, top. Oké, een ei. Huh, zonder die dingetjes?